U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Na wat mist in de ochtend, om veel plaatsen een zonovergrote dag. Maar dat gaat niet zo blijven en dat zien we al snel als we naar de satellietfoto gaan kijken. Van het zuidwesten uit zien we namelijk bewolking naderen. En die bewolking breidt zich geleidelijk aan uit in noordoostelijke richting. Het gaat niet heel snel en dat betekent dat op veel plaatsen de opklaringen nog even de overhand hebben. Maar uiteindelijk gaan we dus te maken krijgen met het gebied met dikke wolken, wat zich boven Engeland bevindt. En uit die bewolking gaat ook regen vallen. Dat gebeurt allemaal in de loop van morgen. We hebben eerst nog een avond en nacht te gaan. Met vanavond brede opklaringen, maar in het zuidwesten dus al dikkere wolken. Het blijft droog en het is 8 graden. Vannacht koelt het af. Een graad of 6, misschien wat nevel in het oosten van het land. Verder tamelijk veel opklaringen nog, maar in het westen wordt de bewolking echt duidelijk dikker. En die bewolking breidt zich dan in de loop van morgen geleidelijk aan over het land uit. In de ochtend regent het al in het uiterste zuidwesten van het land. En die regen breidt zich dan geleidelijk aan uit in noordoostelijke richting. Maar het duurt een hele poos voordat die regen ook het noordoosten gaat bereiken. Tijdens de daglichtperiode is het daar nog overwegend droog. De wind begint toe te nemen, waait matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten. En de temperatuur ligt rond 11 graden. Dan de dagen die volgen het weekend. Het ziet er tamelijk grijs en regenachtig uit. Er zijn natuurlijk best wat droge periodes. En als je voor zaterdag een gebied aan moet geven met wat zonneschijn, dan is dat het uiterste noordoosten of het uiterste zuidwesten van het land. Maar goed, ook daar zal de zon zeker niet overdadig aanwezig zijn. Hetzelfde geldt ook voor de zondag. Maandag verandert het wel, de neerslagkans neemt af en de zon krijgt duidelijk meer ruimte. Temperatuur ligt dan rond een graad of 10. Nog even kijken wat de temperatuur de dagen daarna gaat doen. Komt er nog wat winters weer aan? Nou, dat zit er voorlopig niet in. Weliswaar komen de minima aan het eind van de periode iets dichter in de buurt van die 0 graden grens, maar in het algemeen liggen we er nog heel dik boven. Met vanaf volgende week woensdag ook tamelijk grote verschillen, tamelijk veel onzekerheid. Ik ben Marke Verhoef van weerplaza.nl.